250.000 euro, dat was de verrassing die de Bankgiro Loterij dinsdagavond in petto had voor de mensen van het Bakkerijmuseum in Medemblik. Jacco Spil kon zijn geluk in ieder geval niet op. Dat klopt, ik ben dolblij. Had je dit verwacht? Nee, eigenlijk niet. We hadden er eigenlijk niet op gerekend. Dus het is een ontzettende meevaller. Heb je er al plannen mee? Ja, het is eigenlijk al begroot en bijna uitgegeven. Want we hebben het pand hiernaast gekocht en we willen dat verbouwen. En dit is vooral bedoeld om de grote verbouwingen te financieren. Dus we hebben de veiling voor de conducterij voor beneden. En dit is voor de grote verbouwing met de lift en goed, de hele dakconstructie. Ik heb hem hier ook al gedaan. Dan doe je eerst een hartje gewoon, dus rechtop. Zo, dit is een beste hartje. Dan doe je hem eerst zo. Ja. En dan doe je hem op z'n kop. Rechtop en op z'n kop. Wow, ik zie allemaal hartjes, zie je dat? Ik zie het ook niet, John zit ervoor eigenlijk. Zie je het? Vertel eens gisteravond, hoe ging het? Nou, het was enerverend. het was sowieso spectaculair. Het zat vol met allemaal notabelen uit het museum, maar ook allerlei BN'ers. Dus mijn kinderen waren stond jaloers, denk ik. Dat ik op het einde van de avond voelde ik hem al aankomen, want het ging over Valentijnsdag. En toen dacht ik al, ik had een sticker met een roze stipper op, dus ik dacht al, ik zal wel het mannetje worden. En toen kreeg ik een camera op mijn gezicht. En toen stond Chantal Jansen naast me. En die interviewde me. En ik zag mezelf op een scherm van 10 bij 15 of zo. Dus het was enerverend. En ontzettend blij dat voor Medemblik dat er nu allerlei mooie dingen kunnen gebeuren. Ook de stoomtram heeft er een bijdrage gehad. En die willen Medemblik ook centraal zetten. Dus het valt allemaal heel mooi in elkaar. En we gaan gewoon iets heel moois van Medemblik maken. Grepen, eten. Vroeger, heel goed. Vroeger gingen ze koek versieren om verkering te vragen. Dus het is leuk om naar die koek te versieren en de naam van Stijn erop te zetten in jouw geval. Maar ik heb geen verkering. Doe je ik het of, dan ga je ik gewoon doe oma. Naam. Of je doet die van want papa. Ik ben verliefd op mijn oma. Peter doe jij.